Ik kom uit Heidenoord, ligt in de Hoek Zwaard onder Rotterdam. Dus het is zeker dichtbij en ik heb ook vaker bij de jongens nog tegen Excelsior gespeeld. Ja, want je bent 17 jaar. Voorheen speelde je bij FC Binnenmaas. Dan vraag ik me af, waarom heb je dan nooit bij Excelsior gevoetbald? Ja, ik heb altijd gewacht met de overstap naar een profclub. Omdat ik nog met school zat op de middelbare. Die wilde ik gewoon hier afmaken in de buurt. En daarna wilde ik verder gaan kijken en ook qua club. Ja, want je bent heel jong, maar je hebt al in de basis staan met PSV. Je valt nu weer in. Hè. Je krijgt wel heel veel minuten, ondanks dat je nog maar 17 bent. Ja, ik krijg meer minuten dan ik verwacht had aan het begin van het seizoen. En daar ben ik heel blij mee. En ik hoop natuurlijk steeds meer te bereiken eigenlijk. Dus nu minuten maken, over een tijdje misschien wel basis of gewoon vaak spelen. En dan kijk ik steeds per stap verder. De concurrentie is niet mals hè, bij PSV, want er zijn twee internationals op jouw plekje. Want kan jij uitleggen, wat ben je voor type speler? Ik heb wel een actie in huis en ik probeer creatief voor oplossingen te zoeken. Zoals bepaalde paasjes of acties of schoten, van alles eigenlijk. Ja. En als klein meisje denk ik dat je droomt van misschien wel de Leeuwinnen of in het buitenland voetballen. Wat zijn jouw dromen? Ik hoop binnenkort zo snel mogelijk overstap te maken naar het buitenland. En zo snel mogelijk door te stromen naar het A-team van de Oranje Leeuwinnen. Ja, dat zijn ferme teksten voor iemand die net pas 17 is, toch? Ja, maar je moet groot dromen en dan in jezelf geloven en altijd proberen. Kun je uitleggen bij Binnenmaas? Volgens mij hebben die ook wel een redelijke vrouwen- of meisjesopleiding. Maar of heb je altijd bij de jongens gevoetbald? Ik heb altijd tussen de jongens gevoetbald bij FC Binnenmaas. Tot en met JU 17-1. En ik heb altijd gewoon goed mee kunnen voetballen met hun niveau. En ik heb er ontzettend veel van geleerd. Maar natuurlijk is dit niveau veel anders. En leer je andere dingen. Hogere snelheid, zwaardere intensiteit. En ja, het is zeker wel anders. Maar ik heb genoeg geleerd bij de jongens om hier aan te kunnen sluiten. Ja, want als ik jou zo zie voetballen, dan heb ik niet het idee dat je je heel erg aan moet passen aan dit niveau. Terwijl ik het niveauverschil ook in training kan me voorstellen dat het gigantisch is. Ja, de eerste paar weken moest ik heel erg wennen aan dit niveau. En het is ook niet te gek of zo, want ik ben natuurlijk heel jong. En er zitten zelfs wel meiden die bij het A-team zitten. En ik kan er alleen maar van leren. En ik probeer per stap gewoon te leren van hun. En daardoor ontwikkel ik me heel erg. Heb jij een aantal jaar, wil jij voor je 18e nog bij de Leeuwinnen zitten? Of heb je zoiets van, ik zie het allemaal wel en ik ga eerst maar eens hier een basisplek? Ja, ik denk het tweede. Gewoon eerst mezelf laten zien hier bij PSV en dan kijken wat steeds mogelijk is. Wij hopen dat je Oranje haalt, want er zijn heel weinig voetballers uit deze regio in Oranje. Hoe komt dat, denk jij? Ja, ik weet het niet. Ze gaan heel erg snel weg eigenlijk uit Rotterdam. Bij andere profclubs spelen. Dus ik denk misschien daarom. Want woon je nu in Eindhoven of woon je nog gewoon thuis? Ik woon in Eindhoven. Dat is ook wel apart, denk ik toch, of niet? Dat je dan eens zo'n stap moet maken? Ja, ik heb geen heimwee of zo, dus het gaat me goed af. Maar ik snap wel dat toen was ik nog 16 toen ik tekende, voor een 16-jarig meisje een grote stap is. Maar het gaat me goed af, dus... Alles moet wijken voor de droom. Ja.